Rabbit Peach. Ja, zie je wel. Rabbit Kong is gewoon verliefd op Rabbit Peach. En nu wordt hij jaloers. What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met Donkey Kong plus Rabbids. Ik denk dat we hier aan deze dingen moeten draaien. Eens kijken wat er gebeurt. Kijk, nu stroomt het water dus daar naartoe. Oh, oké. Okay. Ja, kijk, dit gaat al iets beter. En zo te zien moeten we dus al die takken gewoon weg zien te krijgen. Hier stroomt geen water. Hoe krijgen we daar water, guys? Het water komt hier vandaan. We kunnen hem eventueel daar naar het midden toe sturen, zo. Gaat hij hier naar... Oh, gaat hij niet hier naar boven? Zou nou deze eens omdraaien? Nee, daar staat het met elkaar in verbinding. Dat schiet niet op. Oh, of wacht. Misschien heeft het wel met deze te maken. Met deze panelen hier op de vloer. Maar het lijkt me eigenlijk wel dat dit water in ieder geval die kant op moet stromen. En dat we dan deze zo kunnen draaien. Ja, dan gaat hij helemaal daar naartoe. Kijk, nu gaat hij echt naar heel veel plekken. Is dit oké? Nee. Of ja, wel. Dan moeten we dus alleen die achterste nog. Het is een beetje gewoon uitproberen dit allemaal. Ik denk dat dit wel oké is, jongens. Kijk, kijk. Ja! Maar hoe komen we daar dan? Aan de overkant? Echt nog niet zo makkelijk dit. Nee, ik heb echt dat gevoel dat deze zo moeten. Want daar mag geen water langskomen. Ah, oh, dit is gelijk moeilijk. En dit hoofdje linksachter, dat heeft nog geen water. Oké. Even kijken hoor. Die komt helemaal hier vandaan. Dus dan moet er hier water invallen. Nee, dit is niet oké. Dit is niet oké. Deze moet zo. Maar hoe krijg ik daar dan water boven? Oké, de truc zit hem in deze. Deze moet wel zo staan, want alle andere manieren zijn fout. Dus dat betekent dat deze ook die kant op moet, want hier heb ik niks... Nee, of niet? Nee, want deze moet ook aan. Dit is de enige manier waarop water dan hierbij komt. Die moet wel zo openstaan. Tenzij dit zo gaat en dit zo. Even kijken hoor. Nee, dan kan het water daar onmogelijk bij. Dat is niet, deze moeten sowieso op deze manier. Maar hoe komt het water dan weer hier? Oh, ik denk dat de truc is om gewoon overal zoveel mogelijk water erheen te laten lopen. Ja! Ja! We hebben hem! Ah, opeens hadden we hem. Oh man. Yes! Okay, de truc zat hem dus in deze. Die moet recht en dan moet hij hier het hoekje maken. En dan kan je hier best wel veel doen met het water. Alleen zorgen dat er geen water bij deze plant komt. En dan is het gewoon oké. Okay. Oh man! En krijgen we nu een boss fight. Let's go! Naar de boss. Wat is dit? Wat is dit voor boss fight, jongens? We zien hier Cranky. We zien Donkey Kong. En we zien Rabbit Peach. Is dit? Ja, dit is hem. Dit is Rabbit Kong. Oh snap, en hij staat hier met zijn wasmachine. Is dit de eindbaas? Dit is de eindbaas, hè, guys? Volgens mij is dit de eindbaas. Ik denk het wel. Wow, kijk hem in zijn Superman outfit. Oh man, Rabbit Kong is een baas. Wat heeft hij allemaal bij zich? Man. What? Oké, let's go. Let's battle. Let's do this. Oh. Het ziet eruit alsof dit geen zin heeft, Donkey Kong. Oh snap. Ja, en wat nu? Wat gaan we nu doen als hij zo sterk is? Hij is echt een of andere Superman geworden, jongen. Heel sick. Misschien heeft Rabbit Peach een plan. Rabbit Peach, ja, zie je wel. Rabbit Kong is gewoon verliefd op Rabbit Peach en nu wordt hij jaloers. Ja, mega Rabbit Kong. Groter, sterker, dommer. Cranky, ben je er ook nog? Dan gaan we dit doen, man. We moeten de baas verslaan en blijkbaar heeft hij een shield daar achter zich. Man, kijk hoe groot deze guy is. TNT zie ik. Ik zie een shield, ik zie allemaal helpers. Oh, dit wordt nog best wel een lastige eindbaas, denk ik, hoor. Dit is niet zo makkelijk. Misschien is het wel helemaal niet de eindbaas, dat kan ook. Oké, ik kan hem in ieder geval raken. Ja, en ik moet zijn shield wat hij erachter heeft, die moet ik sowieso ook zien te raken. Maar hij staat er nu voor, dus dat gaat niet lukken, denk ik. Ja jongens, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Ik denk dat ik die TNT daarop moet gaan gooien. Zou dat het ding kunnen zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon met Donkey Kong, met TNT, daar bovenop moet gaan gooien, op dat schild. Of zou ik die TNT gewoon bovenop zijn pakjes moeten gooien, dat kan natuurlijk ook.
Ah, kijk, nu gaat de 74 in. Ah ja, en dan wordt hij weer geheeld. Ja, 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 we moeten dat schild zo snel mogelijk weg zien te krijgen, guys. Laten we even kijken hoe we dit gaan doen. Ik weet niet of het slim is om allemaal bij elkaar te gaan staan, dat zie ik zo wel. Ik ga in ieder geval met Rabbit Peach lekker ver weg staan. Dan gaan we deze guy tackelen. Dan gaan we die alvast verslaan. Want dan kan die in ieder geval geen damage meer doen. Hoppakee, die is weg. Maar volgens mij kunnen we ook gewoon net zo goed wel op deze Rabbit Kong gaan schieten. Want de damage gaat er sowieso wel vanaf. Kijk, nice. En nu krijgen de enemies voor het eerste beurt. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. We gaan hem in ieder geval raken. Hoppakee, 86 damage. En ook Cranky gaat hem raken. Oh, maar die raakt Donkey ook twee keer. Lekker dan. Ah, jij gaat voor Rabbit Peach? No, no. Laat mijn lieve Rabbit Peach met rust. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Laat hem met rust. Oh, kijk hoeveel pijn dit doet. Oh, dit doet echt veel te veel pijn. Man, kijk dit dus. We kunnen dus nu die TNT pakken. Dan wil ik eigenlijk nu naar de overkant gaan springen. En dan maar hier achter gaan staan. En dan gooi ik die TNT gewoon keihard daar op zijn schild. Ik denk dat dit is wat we moeten doen. TNT's pakken, boven het schild gooien. Bam, kijk 500 gaat eraf. Kijk, dit is lekker. Dit gaat goed. Dan gooien we gewoon ons bananen weer bovenop. Hoppakee, 94, lekker. Ja, gaat goed, dit gaat goed. Alleen, hoe krijg ik Rabbit Peach nou uit de buurt van Kong? Ik denk namelijk dat ik hier niet echt meer wegkom vanaf deze kant. Dus gaan we gewoon healen en dan hoop ik dat ze allebei weer vol zijn. Ja, nice. Dan ga ik gewoon op het schild schieten. Hoppakee, lekker. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of ik de enemy kan laten slapen. We gaan in ieder geval op hem schieten. Boom, lekker. En kan ik hem nu laten slapen? Nee, dat gaat niet. Ah, dat is jammer. Oké, de vijanden krijgen de beurt. Oh nee, oh nee. Oh, dit wordt lastig. Dit wordt lastig. Waar ga je helemaal naartoe? Wat ga je doen? Wat gaat hij? Oh, hij gaat gewoon een banaan gooien. Oké. Dit deed niet super veel pijn. Dit is eigenlijk best wel nice, man. Eigenlijk moeten we zorgen dat we gewoon allemaal boven blijven staan. Ik weet al wat ik ga doen. Ik wil mijn autootje op hem afsturen, maar hij redt het denk ik net niet. Nou, wat ik in ieder geval moet doen is zorgen dat ik damage blijf doen op Rabbit Kong. En dat doe je met name door TNT te gooien op zijn schild. Dus dit gaan we sowieso doen. Dit moeten wij doen. TNT erbovenop. Bam! 500 er vanaf van dat schild. Ja, en dan ga ik gewoon toch maar mijn autootje afsturen op die vijand. Want die staat daar wel een beetje op een tricky plek. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is die enemy laten slapen. Laat ik dat sowieso even doen. Dan heb ik er geen last van de volgende beurt. En dan gaan we met Cranky ook eventjes op zijn schild schieten. Lekker Cranky. Lekker bezig. Ja, Cranky kan hier nog weg, maar ik blijf hier denk ik gewoon nu even staan. Ik sta daar wel redelijk veilig. En dan gooi ik met Donkey ook nog even mijn banaan boven op dat schild. Hoppa. Oké, sorry Peach. Rabbit Peach staat daar nog steeds een beetje niet chill. Maar ja. Ik kan er niks aan doen. Oh, ga je nu voor... Nee, hij gaat wel voor Rabbit Peach. Alsjeblieft geen critical. Ah, wel weer een critical. Oh, jongens. Rabbit Peach moet er echt weg hoor. Anders gaat het niet goed. Die moet er echt weg. Oké, nog meer enemies. Ja, kijk, nu begint het wel moeilijk te worden. Deze gaat bovenop die vijand. Ik hoop, ja, lekker honing, dat is top. En nu zijn wij weer aan de beurt. Oh, ik moet sowieso Rabbit Peach even nu in veiligheid gaan brengen. Dus ik ga met Donkey hier staan. Dan mag Rabbit Peach hier achter dit blok gaan staan. Oh, en ik hoop dat het goed gaat komen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Oké, laat ik eerst mijn banaan bovenop hem gooien. Kijk, dit is in ieder geval lekker. Dit is een kritiek schot. Dat is top. Oh, mijn Cranky. Oh, jij staat hier echt zo niet handig. Maar ja, ik kan ook echt geen kant op, joh. Ik ga in ieder geval proberen om deze enemy een beetje te killen. 53 damage, oké. Die enemy ga ik ook even slopen die daar staat. Die is in ieder geval weg, oké. En dan doe ik ook het schild maar even aan bij Rabbit Peach. Voor de zekerheid, voor als ze geraakt wordt door iets. Ja, dan zijn nu de enemies weer aan de beurt. Oké, er komen nog meer enemies aan. Wat gaat Rabbit Kong doen? Ik ga hem in ieder geval raken met Cranky. Dat is lekker. Die doet twee keer damage nu. 180 eraf, nice. Hij gaat weer een beetje daar aan de zijkant staan. Wordt hij weer geheeld natuurlijk, hier. Yep. Dat weten we. En dan gaat hij een banaan gooien op Cranky. En die deed pijn. We moeten eigenlijk nu nog even een TNT tonnetje pakken, jongens. Maar ik weet niet of Donkey daar helemaal naartoe kan. Zoveel enemies ook. Man! Oké, ik kan nu Rabbit Peach meenemen hier naartoe. Dan kan ik hier gaan staan met Donkey Kong. Die kan dan straks naar de overkant. Deze gaat zo naar boven komen. Sowieso, deze enemy. Ja, laten we dan maar gewoon een risico nemen. Laten we het dan maar gewoon gaan doen.
Oké, ik heb een plan, jongens. Ik heb een plan. En ik hoop dat die positief gaat uitpakken. Ik weet het namelijk niet 100% zeker of die positief gaat uitpakken. In ieder geval moet Rabbit Peach nu gaan healen. Top. Het ding is dat ik heel graag enemies wil gaan verslaan nu. Maar ik raak ook iedereen als ik dit nu met Donkey doe. Nee, dit is niet slim, man. Dit is niet slim. Oh, jongens, dit is zo tricky. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik hoop dat mijn autootje een kritiek schot heeft op deze enemy. Nee, dat heeft hij niet. Oké, nu heb ik wel een probleem. Nu heb ik sowieso een probleem. Oh, het valt nog mee. Ik kan deze gasten alleen nu niet verslaan. Zonder de rest ook damage te doen. Ja, laat ik het dan maar op deze manier proberen. Ja, ja, allebei een kritiek schot en ze zijn allebei... Oh nee, ze zijn nog niet allebei weg. Eentje heeft nog letterlijk 7 HP over. Nou, die kunnen we dan wel tackelen met Cranky. Ja, een tackeltje met Cranky is voldoende om die enemy te verslaan. Top. Oh jongens, dit is gewoon echt een freaking dikke puzzel, man. Dit is bijna geen gamer, dit is gewoon een puzzel. Hoppa, 88 eraf van het schild. Ja, ik kan er nog vandoor gaan met Rabbit Peach, maar dat is niet slim. Ik doe mijn oogappel in ieder geval even aan met Donkey Kong. En dan krijgen de enemies weer de beurt. Ik ben heel erg benieuwd wat ze nu weer gaan verzinnen om... Oh, oké, ze lopen elkaar gewoon echt ondersteboven of zo. Oh, man. Cranky ligt beneden. Cranky ligt nu gewoon beneden. Dit is niet oké. Oh, my god, dit is niet oké. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, nee. En oh, Rabbit Peach ligt ook gewoon beneden. Wat? Dit is niet cool. Het ging zo goed. Oké, Donkey. Je gaat in ieder geval vast naar deze kant toe. Want jij moet straks echt die ton gaan pakken, jongen. Oh, man. Maar voordat we dat gaan, dan moeten we eerst hier even orde op zaak gaan stellen. Oké. Als deze in die buis gaat, komt hij daar uit. Oké. Hoeveel stappen kan die doen? Oké, 4 cellen. 1, 2, 3, 4. Dus dat houdt in dat als ik ga lopen met Peach, dan ben ik in ieder geval hier safe. Denk ik, dat deed 50 damage, dat was wel lekker. Kan ik die jump maken? Oh, ik sta net te ver weg. Ik kan wel een tackle doen, maar ja, dat is met Cranky nooit zo heel super. Zou ik wel hier achter kunnen gaan staan en gewoon al die enemies laten slapen? Er is echt alleen maar één enemy die ik kan laten slapen. Nou ja, maar wel de belangrijkste, dus laat ik dat dan maar even doen. Dan ga ik maar gewoon op het schild schieten. Het doet niet veel damage, maar ja, alle beetjes helpen. En dan doe ik gewoon hetzelfde met, dit doet allemaal echt zo weinig damage. Ik kan in ieder geval wel lekker veel enemies raken met mijn banaan, dus dat is top. Die gaan allemaal lekker stuiteren. Oh nee, er gaat een enemy naar de overkant. En die gaat echt, ja, die gaat tussen Cranky en Rabbit Peach instaan. Oh, als dit nog maar goed komt. De enemies moeten nu de beurt. Ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat ik een probleempje heb, jongens. Jij gaat voor Donkey. Oké, daar kan ik op zich nog mee leven. Jij gaat nu naar boven. Je gaat schieten op Rabbit Peach, maar je mist. Jij raakt Rabbit Peach sowieso wel. Ah, 60 damage. Oké, wij zijn weer. Ik ga de TNT gooien. Natuurlijk op het schild. Als ik dat red tenminste. Waar moet ik dan gaan staan om dat te redden, jongens? Kan dat vanaf hier? Ja, dat kan wel vanaf hier. Oké. 500 damage. Dan heeft het schild nu nog 97 HP over. Ik ga jumpen met Cranky. Dan wil ik ze heel graag allebei raken. Ik zat alvast het boze oog ook aan. Oh man, oh, ik hoop echt dat dit goed gaat, jongens. Jumpen. Gaan we hier staan. Dan raken we ze allebei. Als het goed is komen ze hierom niet op me afrennen. Ze zijn in ieder geval bevroren. Ik kan ze volgens mij ook echt allebei tackelen. Dat kan. Kan ze. Ja. Dat is lekker. Als ik hierboven ga staan kunnen zij mij in ieder geval niet raken. Dat is misschien ook nog wel slim. Hoppakee, allebei gedamaged. Dan gaan we hier naar boven. Ik weet dat daar een enemy staat. Maar ja, ik moet natuurlijk ook wel wat. Ik ga deze vijand gewoon verslaan. Dat is in ieder geval één enemy minder. Oh. Het schild moet aan bij Rabbit Peach. Anders is het klaar met Rabbit Peach. Donkey kan ook nog wel wat doen. Het enige wat Donkey kan doen is op het schild gaan schieten. Hoeveel damage? 94. Oh, het schild heeft nog 3 HP over. Ik kan ook hem proberen pijn te doen. Maar ik zal hem nooit verslaan deze beurt. Dus dan is het misschien toch slimmer om hem te verslaan. En dan te hopen dat het allemaal maar goed gaat. Dat Rabbit Kong in ieder geval niet voor Rabbit Peach gaat. Dan heb ik een heel groot probleem. Wat ga je doen, vriend? Oké, dit mag van mij. Wat ga jij doen? Ja, lekker. Lekker, we overleven het allemaal. Oh, dit is lekker. Yes. Wat ik nu ga doen is in ieder geval met Donkey Kong bij Rabbit Peach gaan staan. Dan gooi ik die vijand op het schild daar zo. En dan kan Rabbit Peach mij strakjes gaan healen. En dan hoop ik alleen dat hij niet helemaal gek wordt nu ik zijn schild kapot heb gemaakt. Dat nu gelijk gaat gebeuren. Ik hoop het niet. Oké, er gaat al iets gebeuren. Wat gebeurt er? Ja, ik denk dat hij toch wel een beetje gek wordt nu. Nee. Oké, heel het level gaat kapot.
Heel het level gaat kapot, we moeten wegrennen. Kijk, zijn schild is eraf. Waaah! Oh nee, we kunnen nog niet weg. We kunnen nog niet weg. Oh nee, alles gaat kapot. Alles gaat weer kapot hier zo. Oh, we hebben het gehaald. Ah, yes, we hebben het gehaald. Dit was nog niet de eindbaas. Nice. Nieuwe wapens zijn beschikbaar. Ik heb 400 trofeebonus en ik heb wat nieuwe runes. Dus ha, lekker. Oh, kijk, Beepo. Oh, Beepo die kijkt een beetje verdrietig. Die is een beetje aan het kuchen door al dat stof. Gaat alles goed met iedereen, vraagt Beepo. Ja, in ieder geval met Donkey Kong wel. Hoe gaat het met de andere twee? Cranky heeft een beetje last van zijn rug zo te zien, maar dat heeft hij altijd al, dus dat maakt niet uit. Top, de tempel is ingestort en wij zijn in de grotten eronder gevallen. Oh nee, je denkt toch niet dat hier beneden molmensen leven op 1000 poten? Ik krijg de kriebels van 1000 poten. Waar is de Rabbit Peach, jongens? Is de Rabbit Peach er vandoor? Helaas, zelfs het zwakke maanlicht vertoont zich hier amper. Oh, we zijn echt diep gevallen. Ik zie bijna niets meer. Hoe moet ik ook alweer praten? Ik weet niet meer hoe de oppervlakte eruit ziet. Beepo is helemaal in paniek. Rabbit Peach wordt vastgek. Rabbit Peach, waar ben je? Ze staat gewoon hier zelf in. Ze staat geen selfies te nemen. Ze is gewoon aan het zonnen in het enige lichtstraaltje wat hier is. Het enige maanlichtstraaltje. Oh man. Rabbit Peach is altijd chill. Je weet dat je geen ontvangst hebt onder de grond, toch? Oh! Ja, kijk, nu is Rabbit Peach. Rabbit Peach wel in paniek. Nu ze geen ontvangst heeft. Genoeg, we moeten opletten. Rabbit Kong regeert de hele bananenmarkt nog met ijzeren vuist. Oké. We moeten voorzichtig naar buiten. Dit is een kerker, dus we zitten hier vastvallen en enge kerkerdingen verstopt. Denk het ook. Anyway guys, het was nog niet de eindbaas. Ik hoop dat jullie dit wel een toffe aflevering vonden, want ik vond het een spannend gevecht doen. Blauw duimpje omhoog, hè? Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/rickatyoutube. En dan zie ik je daar of bij de volgende video. Mazzel!